Ter ere van de verjaardag van onze koning, Prins Willem, gaan we een lekker wijntje drinken. Dit lijntje heb ik gekocht voor nog geen 5 euro. Ongeveer een jaar geleden bij de Lidl webshop. Voor 2,50 euro hebben ze thuis bezorgd. Ik had heel veel wijntjes, dus het was echt een goede deal. Ik hoefde niks te sjouwen en er zijn gewoon lekkere wijntjes onder de 5 euro. Kijk, een Gran Reserva. Dat moet wel goed zijn. Zoals ik zei, een Cabernet Sauvignon en Tempranillo en Ganache. Dat lijkt me wel lekker. Normaal drinken we meer Merlot. Deze is behoorlijk droog. Ik verwacht iets meer karakter bij deze wijn. We gaan hem zo proeven en dan hoort u van ons wat wij ervan vinden. Ja. Moet u even ruiken aan de kurk. Nog belangrijker, straks gaan we ruiken in het glas. Het is eigenlijk al een beetje te veel om te proeven, of echt maar een klein beetje. Stel je voor dat de kurk in de fles zit, dan kan je hem nog wegsturen. Dan gaat hij gewoon weer terug naar de Lidl. Nou, grapje. Zo gek zijn ze ook weer niet. Hij ruikt echt lekker. Ik heb nu al op ongeluk een klein beetje gewalst. Maar eigenlijk moet je eerst wachten. Eerst even ruiken zonder te walsen. Nu gaan we wel walsen. Nou, dan ruikt hij weer wat sterker. Nou, dan ga ik een slokje doen. Ik ga niet uitspugen. Dat doen we niet aan. Heerlijk wijntje. Ik heb net een klein stokje genomen en ik heb ervoor gezorgd dat er veel zuurstof bij de wijn kwam. Dus een beetje, ja, zuurstof zuigen. Samen met de wijn kan je dan heel goed proeven. Het is een erg lekker wijntje en zeker Willem waardig. Proost op de koning!